Fijn dat ik uh, met jullie vandaag het verhaal uh, over het SAZ Waardegedreven Zorgprogramma mag delen uh, tijdens deze bijeenkomst. Mijn naam is uh, Joyce Bakker. Ik werk als programmamanager bij de SAZ, uh, Vereniging Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen. En dat doe ik nu uh, drie jaar met heel veel plezier. Um, mijn aandachtsgebieden uh, binnen de SAZ zijn uh, het begeleiden van de kennisnetwerken patiëntveiligheid en prehabilitatie. En ik begeleid ook het SAZ-waardegedreven zorgprogramma waar het vandaag uh, over gaat. Nou, ik zag uh, op de deelnemerslijst in ieder geval al uh, ook heel wat deelnemers vanuit de SAZ-ziekenhuizen. Dus ja, voor jullie zal het wellicht een bekend verhaal zijn, maar wie weet kunnen jullie vanuit uh, ja, eigen ervaring van deelname nog uh, mij aanvullen her en der. Uh, nou, wat is de SAZ? Wij zijn uh, de Vereniging Samenwerken Algemene Ziekenhuizen, waarbij 29 regionale ziekenhuizen aangesloten zijn. En uh, wij bundelen uh, eigenlijk samen onze krachten om samen te werken aan uh, kwalitatief hoogwaardig, integrale en betaalbare zorg. Uh, en dat doen we vooral met elkaar om uh, niet allemaal zelf het uh, wiel uit te vinden, maar vooral van elkaar te leren, uh, kennis uit te wisselen. Uh, uh, en op die manier. Uh, ja, die, die kwaliteit van zorg uh, te verbeteren met elkaar. Nou, dat doen we dus in verschillende kennisnetwerken. Ik noemde net al uh, patiëntveiligheid en prehabilitatie. Maar we hebben ook kennisnetwerken voor bijvoorbeeld de juristen in de ziekenhuizen of de medische staven. Uh, we hebben voor BI en AI een uh, netwerk. Nou, dus op allerlei thema's zoeken we elkaar op. Um, en we hebben een, uh, een waardegedreven zorgprogramma waarbinnen we met uh, onze ziekenhuizen uh, waardegedreven zorg bedrijven. Um, nou, wat is dan het, uh, het Waardegeleven Zorgprogramma? Uh, ziekenhuizen krijgen uh, steeds meer inzicht in hun kwaliteit hè, van zorg op basis van, uh, uh, van die data. En het is de uitdaging om deze inzichten te vertalen naar uh, acties. die in de dagelijkse praktijk leiden tot uh, kwaliteitsverbetering. En met het programma wordt dus eigenlijk inzicht gegeven in die waarde van zorg voor specifieke patiëntgroepen. En uh, vandaag gaan we het hebben over het uh, Geboortezorgprogramma. Dus waar staat het programma voor? Het staat voor betere resultaten van de behandeling voor patiënten, de beste zorg en gezondheid uh, voor de patiënt en ook wel met oog voor de kosten. Uh, Een uitgangspunt in het programma is vooral het bevorderen van die kwaliteit van zorg en uh, wat minder met uh, hebben kostenoogpunt. Uh, maar uh, nou ja, ik laat altijd de loesje poster zien. Uiteindelijk als je gaat focussen op kwaliteitsverbetering, uh, dan gaan uiteindelijk de kosten ook, uh, ook mee omlaag. Nou, de basis van het waardegedreven zorgprogramma uh, uh, is dat het niet gaat om wie uh, uh, slechter of wie beter is. Uh, we hebben een benchmark, maar daar willen we vooral met elkaar uh, de variatie zien en daaruit uh, het goede gesprek starten met elkaar, het spiegelen uh, met elkaar. Uh, en daarbij is die data dus het uitgangspunt uh, van het uh, goede gesprek. Uh, nou, die uitkomsten van zorg bespreken we dus met elkaar in spiegelbijeenkomsten, daar kom ik straks nog op terug ehm um, werken we met een continue verbetercyclus. Uh, nou ja, door het delen van die data met elkaar en, het goede voorbeeld, en de goede voorbeelden en het uitwisselen van kennis... ...worden de ziekenhuizen ook gestimuleerd om uh, integraal verbetertrajecten op te zetten. Uh, om zo uh, de zorguitkomsten nog verder te verbeteren. En binnen het, zorg, het waardegedreven zorgprogramma geboortezorg is dat niet alleen in het ziekenhuis, maar eigenlijk in de hele keten. Um, nou, we hadden uh, vanaf 2018 bestaat het programma Waardegedreven Zorg en uh, hebben we op acht patiëntgroepen hebben we uh, dit uh, lopen. Uh, dit jaar hebben we drie patiëntgroepen, uh, darmkanker, geboortezorg en heupfractuur. Uh, en, maar we hadden ook uh, trajecten lopen op galblaasliesbreuk bijvoorbeeld, hartfalen, um, uh, CVA. Uh, maar bij ons is het zo dat vanuit intrinsieke motivatie ziekenhuizen zich aanmelden voor deelname. Um, en uh, dit jaar heeft dat geleid tot drie uh, lopende trajecten. Uh, daarbij hebben we ook aandacht voor de recente ontwikkelingen in het ISA natuurlijk, hè, waarin wordt aangegeven dat uitkomsten uh, van zorg een belangrijke rol, rol hebben uh, bij de transformatie van passende zorg. Dus inzicht in uitkomsten van zorg is ook echt nodig uh, bij samenbeslissen met patiënten, het controleren en verbeteren. En daar proberen we in dit programma ook uh, zeker uh, de ISA tegemoet te komen. Nou, het geboortezorgprogramma is uniek, eh, omdat wij dus eh, los van de ziekenhuizen ook eh, de IGO's, VSV en de eerste lijfloskundige praktijken aanhaken. Eh, dus echt eh, in die keten met elkaar willen eh, leren en verbeteren. Um, over alle uh, waardegedreven zorgprogramma's heen hebben we de laatste jaren een mooie impact uh, weten te maken. Um, we zien uh, uh, over uh, koepelens zien we afname van complicaties in de data terug, uh, verbeteringen in de opnameduur. Uh, bijvoorbeeld uh, afname van SEH-bezoeken naar opname. Dus we zien wel in die data gewoon mooie, uh, mooie impact. We hebben ook een tweetal uh, artikelen in Crux uh, uh, gepubliceerd uh, uh, over de uitkomsten van het waardegedeefd zorgprogramma Darmkanker. Uh, ja, en natuurlijk ook nu, en dat is heel mooi, dat we uh, ook deze landelijke werkgroep hebben. Uh, waarin we dus niet alleen maar binnen uh, op onze eigen eilandjes uh, gaan kijken, maar juist ook die muren omlaag hebben en uh, met elkaar ook landelijk kijken waar we met elkaar kunnen verbeteren. Um, de opzet van het waardig gedreven zorgprogramma van de SAZ is als volgt. We beginnen altijd met een kick-off bijeenkomst, waarin we met de ziekenhuizen kennis maken, uh, ze uh, in het zorg, uh, ke met waardig gedreven zorg kennis laten maken, maar ook vooral uh, input ophalen bij hen. We maken het programma echt voor onze ziekenhuizen. Ze dus we willen weten wat speelt er, wat leeft er, waar willen jullie het over gaan hebben, welke thema's gaan we het uh, over hebben en kunnen we daar ook gerichte data bij, uh, bij zoeken. Um, nou, die data die wordt gevalideerd uh, met ieder ziekenhuis uh, individueel, omdat we vooral willen uh, dat het gesprek ga niet gaat over onze data klopt niet, maar uh, vooral het gesprek moet gaan over: nou, wat zien we dan in die data en daarop voortborduren? Waar kunnen we van elkaar leren? Dus va we valideren de, de data uitgebreid voor de start van het programma. Um, dan hebben we drie uh, spiegelbijeenkomsten in een traject van 18 maanden. En uh, daar uh, zijn uh, alle verbeterteams die we vragen aan de ziekenhuizen om, om in te richten rondom een, uh, een programma uh, aanwezig. Meestal zitten er in die verbeterteams uh, artsen, verpleegkundigen, PA'ers, uh, iemand van de afdeling kwaliteit, uh, managers. Uh, nou, die zijn te uh, bedoelen of digitaal of live. Komen we dan bij elkaar en gaan we uh, ja, aan de hand van de data met elkaar in gesprek op een bepaald thema. Uh, gaan we de uitkomsten vergelijken, bespreken we de organisatie van zorg... Um, en um, ja, gaan we met elkaar uh, het goede gesprek aan. De data kom ik zo nog even op. Um, wordt vanuit kwantitatief uh, pers perspectief uh, opgehaald vanuit uh, Perinet en de DBC data. Maar we halen ook informatie op van de ziekenhuizen. Uh, wat voor zorgpaden hebben jullie? Welke protocollen? Uh, we doen via SurveyMonkey nog uitvragen. Dus op die manier uh, willen we heel veel input ophalen om met elkaar uh, rondom een bepaald thema Um, ja, in gesprek te gaan. Wat van belang is tijdens tijd, tijd deze spiegelbijeenkomst... is wel die vertrouwelijke setting. Hè. Dus vooral blijf ik altijd benoemen... het gaat niet om wie slechter is, wie beter is... maar echt om wat kan ik van jou leren. Dat moet de focus zijn. Um, het is ook goed om te noemen dat uh, we dit uh, programma... Uh, uh, doen wij, uh, doe ik niet alleen uh, bedenken of met Logic samen... maar we werken samen met een groep van lead professionals... die met ons meedenken uh, in de voorbereiding... van iedere spiegelbijeenkomst... Uh, bepalen we een thema, uh, ook naar aanleiding van input van de deelnemers. En dan gaan we met elkaar kijken: hé, hey, wat is nou interessant om hoe invulling te geven aan die spiegelbijeenkomsten. Uh, ja, eigenlijk vooral kijken wat is actueel, wat speelt er op dat moment. Um, en dan kan Logitech ook vaak nog extra data-analyses maken, waardoor we dus dat gesprek goed kunnen, uh, goed kunnen hebben. Een uh, aantal keer per jaar hebben we ook een data-update. Nou, voor Perinet is dat. Uh, 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 ja, in van toepassing. Um, en uh, we hebben ook nog twee keer een projectleidersbijeenkomst in het traject. Omdat we vinden dat projectleiders een belangrijke rol hebben binnen het verbeterteam. Een beetje de aanjaagmotor zijn. Um, en uh, ook fijn is voor hen om elkaar op te zoeken en dingen te delen die spelen binnen de verbeterteams uh, of onderwerpen aan de kaak uh, te stellen. Um, Rechts zien jullie uh, een aantal tools die we bij het programma ook uh, beschikbaar hebben. Nou, dat is natuurlijk het dashboard wat, waar ieder ziekenhuis uh, en eerste lijns uh, verloskundige praktijk toegang toe krijgen. Um, uh, dat dashboard is door Lloydsjackse uh, opgesteld. En um, ja, Daarin zien uh, de ziekenhuizen hun eigen data, uh, maar ook de open benchmark, uh, waar, dus, uh, uh, waar je zelf dus inderdaad kan vergelijken met andere ziekenhuizen. En nou goed, als die data-updates dus mogelijk zijn, is daar dus ook uh, over tijd uh, verandering van data te monitoren. Dus eventueel de impact van uh, uitgezette acties. Nou, we hebben een teamsomgeving waar we alle uh, platformen, waar we alle documentatie inzetten uh, van alle bijeenkomsten. Uh, we vragen de interne verbeterteams ook altijd een verbeterplan te maken om ook met verbeteracties aan de slag te gaan. Uh, daar hebben we een, uh, een format voor gemaakt, daar kom ik ook straks nog eventjes op terug. Uh, en we uh, faciliteren ze altijd met een hele trajectplanning, zodat we weten van elkaar, ja, wat verwachten we van elkaar en wat, uh, welke uh, momenten ver, uh, mogen we iets van hun verwachten en welke momenten uh, mogen zij iets van ons verwachten. Uh, nou, dit is even kort een overzicht van het, uh, het traject wat op dit moment loopt uh, van geboortezorg. Uh, we zijn begonnen in mei dus met die kick-off en we hebben twee spiegelbijeenkomsten gehad, waarbij we de eerste keer hebben gehad over inleiding van de Baring en de Vellet-studie. Uh, hebben we besproken. En afgelopen maart hebben we het gehad over seksueel percentages. en hebben we de Robson-classificatie. Uh, uh, besproken. Ook een gastspreker op uitgenodigd gehad. Uh, en we hebben als overkoepelend thema dit traject. We hebben met elkaar bepaald dat het heel belangrijk ook is. om, om en ook steeds meer, om. Uh, ja, met die patiënt, met die zwanger in dit geval. Uh, goede communicatie te hebben, goede participatie ook. Uh, en de samenwerking er moet zijn. Dus dat proberen we als Rode Draad-thema elke. Uh, keer terug te laten komen. Nou, de data, want uh, daar, ga, daar gaat het uh, over tijdens dit, uh, deze uh, bijeenkomst. Nou, het uitgangspunt van het programma is dat er dus geen extra registratielast uh, is. Hè, dat maakt dus laagdrempelig starten mogelijk. Iedereen registreert Perinet-data en DBC-data is ook uh, beschikbaar bij Logix, Logix. Dus dat zijn de bestaande databronnen waar we uitputten. Uh, Perinet geeft dus inzicht in de kwaliteit van zorg, hè, kwaliteitsregistratie. En DBC-declaratiedata geeft inzicht in het zorgproces. Um, nou ja, goed, wat ik al zei, we vragen ook protocollen uit, zorgpaden, uh, gericht op uh, per, thema, per thema van de spiegelbijeenkomst. Ook survey monkey uitvragen, die we dan ook weer teruggeven en daar met elkaar over in uh, gesprek gaan. Uh, en nog even, het doel uh, van het gebruik van die data is net vooral, en dat heb ik al een paar keer gezegd, maar het is goed om te blijven benadrukken, vooral het gesprek te faciliteren en de kennisoverdracht te versnellen. En vooral niet uh, het gaan verklaren waarom nou... Uh, de uitkomsten van de analyses op die, op die manier weergegeven. Zijn. Het uiteindelijk, het doel is, is om uh, uh, ja, die praktijkvariatie in ieder geval te identificeren. en daarmee verdiepende inzichten te delen met elkaar. en dan dus uh, verbeterde initiatieven te realiseren. Het uh, is dus even een technisch plaatje. Nou, Periode-data is uh, complex hè, wordt door verschillende zorgverleners ingevuld. Uh, dat is een VSV die partieel, partieel deelneemt, of het gehele IGO deel, uh, neemt deel, of het gehele VSV neemt deel in ons geval. naar ja, links zie je uh, welke data aangeleverd wordt. Vanuit de eerste lijn is dat de LVR1-data. Die is alleen niet beschikbaar als de patiënt niet in de eerste lijn is geweest, of buiten het VSV-IGO in de eerste lijn is geweest. En vanuit de tweede lijn uh, hebben we daar de LVR2-data en de DBC-data. Vanuit deze databronnen worden indicatoren in een dashboard uh, berekend en uh, weergegeven en dus een open, open benchmark uh, opgebouwd. Nou, dan neem ik jullie graag even mee in een aantal uh, print screens van zo'n dashboard, geanonimiseerd. Uh, de dashboard geeft dus duidelijk inzicht in de zorguitkomsten voor moeder en kind, uh, de zorgstromen, maar ook de relatie tussen uitkomsten en kosten. Um, en het geeft dus ook inzicht in die open benchmark. Uh, en het dashboard is opgebouwd dus, uh, uit high-level uitkomsten en, en ook een aantal deep dive uh, uitkomsten. Dat is de volgende dia, zal ik daar een voorbeeld van tonen. Um, nou, op deze dia ziet dus inderdaad die high-level uitkomsten, zoals bijvoorbeeld perinatale sterfte, of de complicaties van de moeder, um, uh, of, de, of de sexio's. En uh, je ziet daar uh, je eigen data. Nu is dit in dit voorbeeld van 2021 en 2022. En je ziet ook de SAZ-benchmark van de ziekenhuizen die deelnemen, hoe je ten opzichte van de benchmark uh, uh, zit. En in de grafiek daaronder zie je dus inderdaad ook uh, in donkerblauw uh, de benchmark, de SAZ-benchmark. En in het uh, grijs en uh, lichterblauw uh, de data van het eigen ziekenhuis. Dus dan kan je op die manier kijken: hé, hey, wat, waar, waar, wat zien we gebeuren? Hoe zit het ten opzichte van de benchmark? En als je doorklikt, dan zie je uh, een uitsplitsing van alle deelnemende ziekenhuizen met ieder hun eigen data. Ehm. Um, gaan we dus, als we, dan, als we dit dus zien, gaan we dus kijken van nou, we zien bijvoorbeeld in de data dat ziekenhuis A hoger aantal episiotomie heeft. of meer seksio's dan ziekenhuis B. Goh, wat maakt nu dat? Waar zit die, waarom zit, is daar variatie en waardoor wordt die, wordt die veroorzaakt? En hoe kunnen we hier vervolgens van leren? Dit is een voorbeeld van deep dive. En maternale complicaties in de tweede lijn. Uh, dit is ook weer afgezet tegen de benchmark. En ook weer bij doorklikken uh, zie je dan ook weer. Uh, de uitsplitsing van de ziekenhuizen. Nou, ik noemde het al, uh, kosten is niet de eerste focus in ons programma. Uh, maar we tonen wel altijd kostenanalyses. Um, uh, want zeker relevant om mee te nemen. Uh, we werken hierbij, en dat is wel even goed om te noemen, met fictieve kostprijzen. Een uh, benchmark-kostprijs noemen, uh, noemen we dat dan. Uh, en dat is omdat, uh, en niet in ieder ziekenhuis is een uh, opnamedag uh, dezelfde prijs. Uh, op dezelfde kosten. Want het ene ziekenhuis is bijvoorbeeld bezig met uh, aanschaffen van dure hardware. En het andere is bezig met een verbouwing. Dus, dus die kosten liggen niet hetzelfde. Dus we hangen zeg maar, aan iedere verrichting. Aan iedere uh, ja, inderdaad, zorgverrichting hangen we een, een, een benchmark kostprijs. Dus als jij ziet in de grafiek dat je bijvoorbeeld duurder bent in diagnostische kosten. Dan een ander ziekenhuis. Dan betekent dat dat je dus meer diagnostische verrichtingen doet. Ten opzichte van het andere ziekenhuis. Dus het is echt de verschillen in kosten op basis van behandelingen. In plaats van kostprijs. Uh, nou ja, omgang met, het werd ook al eventjes gezegd. omgaan uh, met data die niet altijd up-to-date is, uh, is toch uh, uh, wel, ja, wel lastig. Hè? Joost, jij ja, zei het net ook, ik gaf het ook aan. Het is niet allemaal real-time. Uh, sterker nog, wij werken gewoon met data uit 2019, 20 en 21. Hè, omdat 2022 en 2023 nog niet uh, goed up-to-date zijn. Um, dat, we hebben altijd een disclaimer, wat we noemen. Dit is even een voorbeeld van zo'n dia die we dan uh, gebruiken in onze presentaties. Um, maar toch zijn we van mening dat uh, ondanks dat die data dus niet helemaal up-to-date is en niet altijd kloppend is, wel um, ja, op basis daarvan wel je kan uitwisselen en met elkaar kan verbeteren en, uh, en leren. Um, nou, deze had ik al laten zien. Mooi, wat nog leuk is om hierbij te noemen, wat we nog willen, mooi, wat we nog willen doorontwikkelen uh, binnen ons waardig gedreven zorgprogramma, is dat we die zwangere patiënt eigenlijk nog veel meer willen betrekken. De zwangere patiënt, de zwangere nog meer willen betrekken bij, uh, bij het programma. Nou, misschien nog leuk om te noemen van wat hebben we dan met elkaar allemaal besproken in, uh, in de afgelopen trajecten. Wat voor onderwerpen komen dan uh, aan bod in onze spiegelbijeenkomsten. Nou, hebben we hebben een keer gehad over episiotomie en rupturen, over zorgstromen en samenwerking in de keten. Uh, nou ja, uh, kwetsbare zwangeren, uh, ook een, uh, een belangrijk onderwerp waar we een keer uh, met elkaar goed over in gesprek zijn gegaan. Uh, Voorkomen en behandelen van pijn, maar ook het omgaan met vragen uh, zorgvragen buiten de richtlijn. Dat zijn allemaal onderwerpen die we in de laatste uh, trajecten hebben besproken. Dat uh, betekent niet dat we dat niet meer terug kunnen laten komen, want uh, als we weer nieuwe data hebben, is dat ook weer interessant om daar terug te komen. En uh, als iets, uh, in de, uh, als iets bijvoorbeeld onderwerp Fluxus, hè, gaan we nou in september weer bespreken, dat hebben we al eens een keer eerder gedaan. Maar er is een naderende nieuwe richtlijn. Dus interessant om daar weer met elkaar over, uh, over door te praten. Um, ja, en wat ik altijd maar mooi vind om even te wat ik zie gebeuren in, in de spiegelbijeenkomst, dat er op de kleinste dingen eigenlijk uitgewisseld wordt en van elkaar geleerd wordt. Dus bij wijze van spreken. We hadden het ook de laatste keer over uh, was het thema inleiding van de Baring. De eerste spiegelbijeenkomst. En dan wordt er in principe met elkaar uitgewisseld op van: goh, wat nou, bij de inleiding, met wat voor soort water vul je de ballon, Bewijs van spreken. Nou, dat soort uh, kleine dingen wordt dan ook al met elkaar uitgewisseld en, uh, en geleerd. Nou, wat we ook vaak doen, is even een rondje leren van elkaar. Uh, want we willen juist de goede voorbeelden uit die ziekenhuizen halen en dat ze dat met elkaar uh, delen. Uh, dus dan lopen we de ziekenhuizen langs, even de verbetermaatregelen die ze hebben opgepakt in het verbeterplan. En deel dan vooral met elkaar van nou, waar ben je mee bezig, waar loop je tegenaan uh, en wat wil je delen met de groep. Daar staan we ook altijd bij stil. Dit is nog even het, voor, het format van het verbeterplan wat we dan hebben. Uh, heel beknopt. Uh, maar wel handig als, uh, als leidraad. En ook fijn dat iedereen hetzelfde invult, want we verzamelen het ook. En we uh, tonen het ook op de Teams-omgeving, zodat ziekenhuizen bij elkaar kunnen kijken. Nou, wie is waar mee bezig? Uh, en als je uh, ja, met hetzelfde bezig bent, uh, laagdrempelig met elkaar contact zoeken om uh, daar eens over te sparren met elkaar. Um... Want we vragen ook altijd op, waarbij je de afgelopen drie jaar mee bezig bent geweest. Hè. Dus ook interessant voor uh, ziekenhuizen om te kijken naar misschien een thema waar zij nu mee bezig zijn. Uh, laten we eens even contact met elkaar opnemen. En wat zie ik dan terug voor verbeterthema's, uh, verbetermaatregelen die opgepakt worden in de verbeterplannen? Nou, ik heb een aantal op een rij gezet. Uh, er is een greep uit wat ik uit uh, verbeterplannen zie. Maar ziekenhuizen zijn bezig met het oppakken van Centering Pregnancy, met thuismonitoring, met CTG. Uh, reductie, episotomieën en totaalrupturen. Uh, maar ook optimaliseren van de zorg. Bijvoorbeeld voor kwetsbaren of bij dreigende serotoniniteit. En uh, aan de hand, waar, waar halen nou ziekenhuizen deze uh, verbeterde maatregelen uit? Nou ja, op basis van het dashboard. Uh, data van nou, waar kunnen wij nog wat aan onze zorg verbeteren. Uh, op, die, op basis daarvan. De benchmark ook. Maar ook op basis wat bijvoorbeeld al in het ziekenhuis speelt. Of op basis van de thema's die we bespreken in, uh, in de... Een spiegelbijeenkomst. Dus op die manier uh, mogen ziekenhuizen gewoon helemaal zelf bepalen waar ze mee aan de slag gaan. Uh, dat is niet centraal vanuit het programma, in ieder geval dat uh, zo geregeld. Maar iedereen heeft zijn eigen verbetermaatregelen. Nou, ik ben uh, aan het eind gekomen. Uh, dank voor jullie aandacht. Dit was het uh, voor mij voor vanmiddag.